ambitie is natuurlijk om gewoon een fijne omgeving te geven voor gasten, buurtbewoners en collega's. En dat te laten ze zien dat we toch kunnen bijdragen aan de samenleving en ook kunnen laten zien dat dit eigenlijk de nieuwe norm is. En we hopen daar iedereen een beetje mee te nemen en de gasten ja, een beetje te laten beseffen wat ze thuis ook eventueel zouden kunnen doen om wat duurzamer te leven. We staan hier in een van onze hotelkamers. En alle producten ook hier hebben we echt over nagedacht. Om te kijken hoe maken we het een fijne omgeving waar iedereen zich thuis kan vinden. Dus erg clutter-free. Dus je ziet heel weinig van al die kaartjes en papiertjes die je in een standaardkamer vindt. Wel een iPad met alle informatie die je nodig hebt erop te kan vinden. Daar kun je ook je roomservice op bestellen. Eigenlijk op dezelfde manier als je je Uber Eats of iets dergelijks doet. Maar ook alles bedienen hier in de kamer. Dus verschillende lichtscènes, de façade open en dicht doen. Je Apple TV aanzetten of je Chromecast, zodat je lekker je eigen Netflix kan kijken. Dat het echt je eigen omgeving kan maken. Ook hier zie je dat het toch een andere gang is dan een standaard hotel. In eerste instantie natuurlijk daglicht. En daarnaast hebben we eigenlijk met de lampen ook geprobeerd om zonlicht naast de bovenste. Alsof het lijkt alsof het zo naar binnen valt binnen de gangen. Om ook weer die fijne atmosfeer te geven. Nou, daarnaast zijn hier de tapijten gemaakt van gerecyclede visnetten. We hebben ervoor gekozen om onze receptie op de mezzanine te zetten in plaats van beneden bij binnenkomst. Beneden is het dus een hele open, toegankelijke, laagdrempelige locatie. Vooral ook voor de buurt. Hè. Daar zit ons restaurant, Persijn. Kun je lekker je koffietjes halen, komen zitten werken, grab and go erbij. En eigenlijk proberen die barrières weg te halen die mensen vaak hebben om een hotel binnen te komen. Circulariteit zie je in heel veel areas hier terug in het hotel. Nou, dat kan zijn inderdaad in het beton, dat kan ook zijn in onze waterloops die we hier hebben. Dus we hebben ook een grijs watercircuit. Dus je hebt een schoon watercircuit, wit water zoals dat heet, die door alle wasbakken en baden en douches gaan. Nou, dat gaat beneden, wordt dat gefilterd en dan gaat het grijze water door de toiletten. Zodat je toch een extra loop maakt en ja, minder water gebruikt. We gebruiken ook water om te verwarmen. Dus onze klimaatcontrole is ook geen grote AC-blower, maar dat zijn waterbuisjes door het plafond. Waardoor je radiatie, warmte en koelte krijgt. Nou, dat is een beter gesloten circuit, maar daarnaast ook veel beter en fijner om in te verblijven. Nou, daarnaast zijn we echt naar de producten gaan kijken van alles wat we normaal in een hotel doen of wat mensen ook verwachten in een 5-sterren service hotel. Kunnen we dat zo aan gaan pakken dat er geen afval wordt geproduceerd? En dan gaan kijken naar partners in de industrie en dat zijn er ontzettend veel die echt mee bezig zijn en bewust bezig zijn met hun product en met hun services, zodat het echt aansluit op die circulariteitsambitie. En nou ja, eigenlijk. Dat gaat op een gegeven moment ga je daarmee beginnen en dan vind je één partner en dat werkt echt als een sneeuwbal. Dus we hebben een ontzettend mooi netwerk van verschillende bedrijven gevonden die echt met hun producten eerlijk bezig zijn geweest. Fair trade, organic, slaafvrij, lange termijn denken. En zo hebben we echt elk product en elke service onder loep genomen om dat op een reis te nemen en op een journey te nemen. Te kijken hoe kan dat op een andere manier.